Welkom op deze workshop omtrent IP-adressen. In deze workshop gaan we bekijken hoe computers met elkaar communiceren of met het internet. Maar wat is een IP-adres? Men hoort daar heel veel over. Maar wat is het eigenlijk? Hoe werkt het eigenlijk? En wat bestaat er van IP-adressen? Nu, ik ga het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. En voor sommigen zal het misschien zijn dat het iets zwaarder mag. En voor anderen zal het al een hele openbaring zijn. Nu, de bedoeling van onze workshops is uiteraard van het zo simpel mogelijk te houden. Maar dat iedereen toch een beetje snapt wat dat het allemaal inhoudt. Mocht je deze video of andere video's van mij leuk vinden, graag een vind ik leuk. Klik je op het duimpje. En wil je meerdere video's bekijken van mij, dan kun je ook het kanaal volgen. Waarvoor dank uiteraard. Goed, even hier in de knie. Wat is een IP-adres? Een IP-adres kun je vergelijken met een postadres. Dus als je een brief verstuurt naar iemand, dan heb je zijn naam, zijn straat, zijn postcode en zijn stad. Nu, op deze manier kan men post versturen, als je het zo wilt, en dat komt toe bij de juiste persoon. Dus dat in het achterhoofd, dat kent iedereen. Hoe werkt nu, of wat is een IP-adres? Een IP-adres is als voorbeeld, is een getal. En dat bestaat bijvoorbeeld 178.205.60.33. Ik zeg maar iets. Nu, dat is uniek. En in dit formaat noemt dat IP4. Dat is het protocol dat is uitgevonden in de jaren 70. En daar is nog heel weinig aan veranderd. En dat geeft de mogelijkheid dat men ongeveer tot 4 biljoen, ik wil er vanaf zijn, devices of toestellen op het internet kan hangen. Uiteraard, in die tijd was dat meer dan voldoende. Maar we zijn dat al lang gepasseerd, daarom IP6. Maar straks daar meer over. Nu, ieder toestel die aan het internet wordt verbonden, dus als je het internet ziet als een lijn, dan hangt overal een computer aan, je gsm hangt daaraan, een server hangt daaraan, hè. En de data die gaat over die lijn, gaat over het internet in alle richtingen, hè. En als u zelfs een e-mail, hè, maar we gaan dat later ook wel even bespreken, maar als uw pc, dus laten we nu zeggen dat hier de Google server staat. Ja, en die heeft een IP-adres. En u bent hier. En u hebt uiteraard ook een IP-adres. Dan gaat dat eigenlijk over het internet van dit IP-adres, van dit huisnummer, als je het zo wilt, over naar het huisnummer waar dat Google gevestigd zit. Uitgenomen, we spreken niet meer over post, we spreken over een digitale manier. Dat is eigenlijk wat dat uw IP-adres is. Nu, waarom is het... Ik heb al een video gemaakt over een VPN. Waarom is dat soms van belang dat je dat IP-adres verborgen houdt? Omdat bijvoorbeeld een hacker, die kan via uw IP-adres ten eerste uw locatie gaan bepalen. Men kan achterhalen wie dat je eigenlijk bent, want dat is toegewezen. Een IP-adres is toegewezen aan een toestel. En een toestel, dat is geregistreerd. Daar weet men wie dat is. Hè. Het zij uw telefoon, het zij uw pc. Je moet altijd ergens wel iets ingeven, waardoor dat je eigenlijk jouw IP-adres linkt. Trouwens, zowel
Proximus als Telenet enzovoort, die delen die IP-adressen uit. Hè. Dus uw router, uw wit of zwart bakske, die praat met het internet en die u toelaat dat je op internet gaat, krijgt van, het zij Proximus, het zij van gelijk wie, krijgt een IP-adres toegewezen. Ja. Dus automatisch weten zij wie dat je bent. En zoals in de VPN uitgelegd, kun je dat een klein beetje verdoezelen met een groot woord. Ja. Nu, een hacker die zou kunnen dus op die manier via uw IP-adres uw locatie te weten komen, bepaalde dingen van je te weten komen, ook binnenkomen op je computer enzovoort. Maar daar gaat het nu niet over, het gaat er eigenlijk over wat dat een IP-adres is. Dus iedereen... En in ieder land is dat een beetje verschillend. Dus bijvoorbeeld, aan de hand van de eerste cijfers, hoe moet ik het gaan zeggen, dus die blokken dat je gezien hebt, hè, dus bijvoorbeeld 178, 203, 68.205. Dus het kan maximum 255 zijn. Nu, aan de hand bijvoorbeeld hiervan, van de eerste gegevens, kan men het land bepalen, kan men de provincie en zo gaan bepalen. Het is eigenlijk het laatste gedeelte die uw fysiek adres gaat bepalen. Maar uiteindelijk, hè, dus van hieruit al, zit er al heel wat informatie die, ja, dat je deelt sowieso. Van het moment dat je op het internet gaat, hè, ben je daar, wordt dat bekendgemaakt. Hè. Nu kun je zeggen, goed, maar waarom dan een router als ieder toestel afzonderlijk op internet gaat? Wel, dat is omdat, wat doen ze dus met de router? Met de router krijg je, sowieso heeft ieder toestel een IP-adres nodig. Ja? Nu, wat doen ze dus nu, of wat hebben ze nu, of wat hebben ze dan bedacht? Dus, veronderstelt dat uw huis. Dat is uw huis, met een dakje eraan. En een voordeur, en hier een vensterke. Ja, mijn tekenkunsten zijn echt niet goed. Maar goed, je snapt het wel. Dus hier ergens, hè, bij u thuis, staat er een klein bakje en dat is uw router. En uw router die krijgt een IP-adres van Telenet, Proximus, van gelijk wie. Hè, dat is bijvoorbeeld voor ons hier 178 enzovoort. En intern hangen daar dan verschillende toestellen aan, hè, dus via je wifi of via de kabel. En die hebben meestal 192 168 en dan cijfers hierna. Ja. Dit zijn ook IP-adressen, maar dit zijn interne IP-adressen. Dit gaat nooit naar buiten. Hè. Dus uw router, die weet welke toestellen er allemaal aanhangen, die geeft ook automatisch een IP-adres uit. Dat IP-adres communiceert met uw router en uw router gaat naar buiten, gaat bijvoorbeeld naar de Google server antwoordt en de router weet dat de boodschap die terugkeert niet bestemd is voor dit toestel, hè, want dat heeft dan weer een ander, bijvoorbeeld 168 achteraan, 205.03 bijvoorbeeld, en uw gsm die heeft dan 04 achteraan. En dus de boodschap die weer terugkeert, dus als die een aanvraag doet, hè, die gaat over uw router en van uw router keert dat terug. Dus dat gaat naar de Google server en van de server van Google, hè, keert dat terug naar uw router. En van uw router weet dan dat dat bericht bestemd is voor dat toestel binnen uw omgeving. Als je nu met een gsm werkt, bijvoorbeeld, daar zit geen router tussen. Hè. Dus van op dat ogenblik zit je wel met een IP-adres die aan uw toestel gelinkt is. Dus iedere gsm krijgt eigenlijk een eigen uniek IP-adres. Nu, daar zit ook wel ergens een router tussen, maar toch krijgt iedere gsm
eigenlijk een afzonderlijk IP-adres, juist zoals thuis, maar dat is niet meer zo gebonden aan de 192, want dat is typisch voor een intern huisadres, dus 192.168, dat is meestal zo de begincijfers van een IP-adres. Hoe kun je dat nu eigenlijk een keer zelf controleren? Nu, mensen die onder Windows werken, die kunnen bijvoorbeeld, dus je klikt op je startknop of wat dat je ook staan hebt, dan krijg je hier dus je balkje van onderaan. Allee, dat is weg. En daar typ je dan CMD. Dan krijg je dat hier te zien, CMD. In execute. En als je nu daarop tipt en je zegt nu ipconfig en je klikt daarop. Kijk, bijvoorbeeld, bij mij is dus het adres 192.168.10.103. Dat is het interne IP-adres van mijn PC op de server, op de router, die verbonden is als 192.168.10.1. Dat is dus de hoofdbrok, hè, dus van 1. En we weten dat alles tot 255 kan gaan. Dus hij is de eerste in de rij. Is dat nu dat de 103e toestel is binnen de rij? Nee, dat wordt random toegewezen. Maar je moet, of het toestel blijft binnen de 255 range, zoals dat soms heet. Nu, wil je een keer je extern IP-adres aanmaken, of weten tenminste, dan heb ik een klein programmaatje geschreven. Ik geef de link mee in de beschrijving onderaan. Dan kun je dus naar itworkshops.be/workshopdemo/showipaddress.php en dan krijg je je extern IP-adres te zien. Nu, geen zorg, dat ga ik straks weer veranderen, dat dat niet meer de mijne is. Hè. Je kunt dat waarschijnlijk bij Proximus, dacht ik, aan je vast IP-adres, bij Telenet durft dan nog een keer wijzigen. Goed, dus op die manier. Wacht, wat is mijn klapblad? Op die manier communiceert uw PC of uw GSM met het internet. Dus door het toewijzen van een IP-adres. En dat IP-adres communiceert dan met een bepaalde server. Nu, waarom, als je nu bijvoorbeeld intypt google.com. Waarom niet die ganse rij cijfers? Heel eenvoudig, omdat niemand dat onthoudt, dat is ook niet te doen. Dus wat is er eigenlijk dan bedacht? En dat is wat dan ze bedoelen met een domeinnaam. Een domeinnaam. Ja. Bijvoorbeeld dus IT workshop.be. Nu, daar zit een server achter. Tuurlijk, daar zit een server achter waar dat de website staat. Hè. Die staat hier, dat is waar dat de website staat. Maar daartussen zit een server, en dat noemt dan de DNS-server. En uw naam, de domeinnaam dat je hier intikt, die gaat naar hier. En eigenlijk die DNS-server vertaalt dat naar een IP-adres naar een domeinadres en deze communiceert dan dus van hieruit ga je naar hieruit naar uw server, maar daarom moet je dus niet, als je bijvoorbeeld naar Google wilt gaan, moet je niet de domeinnaam gaan ingeven van het IP-adres van Google ingeven. Ik weet het nu niet juist van buiten, maar je kunt dat opzoeken wat dat IP-adres van Google is. Je kunt dat eigenlijk van iedere domeinnaam, kun je dat weten, wat dat IP-adres is. Het is te zeggen niet wat dat IP-adres is, maar wat dat IP-adres is van die server waar dat staat. Dus die DNS vertaalt eigenlijk die naam in het IP-adres die verbonden is op die website. En dat gebeurt in deze server. Nu, dat gebeurt allemaal intern. Maar dat is dus aan elkaar gebonden. Daarom bijvoorbeeld iemand die juist een domeinnaam aanvraagt, kan het zijn, hè, dus dat niet direct werkt, omdat die DNS-server pas om de zoveel tijd geüpdate wordt. Ik dacht om de 2-3 uur, maar ik kan daar wel een beetje aan forceren, maar het is soms een klein beetje wachten, eer dat die server hier geüpdate is en dat die dan linkt aan uw website.
Dus op die manier ga je dus van een domeinnaam over een IP, dus over een DNS-server naar de server waar die website staat. En automatisch, die server ziet een bericht binnenkomen. Die stuurt zijn bericht terug. Dat gaat terug naar uw router. En van uw router weet hij dan dat dat naar uw bepaald toestel moet. Dus op die manier wordt er eigenlijk gecommuniceerd over het internet. Ik hoop dat dat een klein beetje duidelijk was. Mocht het niet zo zijn, mag je gerust altijd vragen stellen. En misschien gaan we wel in de volgende video daar iets dieper op in. Maar zo heb je een klein beetje een idee wat dat een IP-adres is. Waarover dat er veelal gepraat wordt. Men zegt soms eens van, kijk eens dit na of kijk eens dat na. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uw telenet bakske voor tv te kijken. Als daar een keer een probleem mee is, soms gaan ze zeggen, had ik in haar instellingen, had ik hier gaan kijken en kijken of je dus een IP-adres toegewezen krijgt of gekregen hebt. Staat dat altijd op, waar zit mijn stilo hier? Staat dat overal op 0000000, dan weet je dat je niet verbonden bent op het internet. Staat die op 255, 255, 255, dan ben je in principe ook niet verbonden op het internet. Maar op die manier heb je toch een klein beetje zicht, hoop ik, van wat dat een IP-adres is en hoe dat de communicatie verloopt. En waarom dat je van een domeinnaam eigenlijk naar een server gaat en terug. Dank u wel voor het kijken.